Dus ik ben benieuwd naar jullie. Hoe zit het met jullie? Welke vragen in jullie business op dit moment hebben jullie waarvan je denkt, nou, hier loop ik tegenaan, dit wil ik bereiken, maar ik weet niet hoe. Vertel. Ik zou heel graag wat meer aan online marketing willen doen. Ik doe daar echt helemaal niks mee. Ik ben heel erg van het fysieke netwerken. Daar ben ik ook heel goed in. Ja. Maar ik merk dat ik daar tegenaan hik, omdat ik dat simpel de financiële middelen niet heb om dat echt op te pakken. Zou jij zeggen van goh, een investering daarin doen in de vorm van toch een stukje lening of wat dan ook? Zou het zeker waard zijn? Zou je dat aandurven? Ik heb ook geld geleend bij de start van de 4Biz Academy. Welke. En daarna nog wat extra bij. Omdat ik heel erg geloof in wat ik neer wil zetten en dat het ook wel weer terugkomt. Als jij echt gelooft dat je iets moois neer kan zetten en daar een fantastisch verdienmodel van kan maken, ja, dan ben je gek als je een kans laat liggen. Op het moment dat jij financiert, hoef je niet meteen alles op te maken. Dat was ook mijn gedachte, van oké, ik financier het. Eerst de €15.000, daarna ben ik naar €25.000 gegaan. Maar ik dacht, weet je, het hoeft niet allemaal in één keer op. Ik kijk gewoon wat ik nodig heb. Maar op een gegeven moment merkte ik dat het ging lopen, dat ik ging verdienen. Toen ging ik nog meer investeren. Ja, dat is gewoon, wil je groeien. Wat je kunt doen, is je kunt natuurlijk zonder adverteren gaan werken. Kost tijd. En in die tijd kun jij minder omzet maken. En je zou bijvoorbeeld met partnerships kunnen werken. Je zou kunnen kijken van hoe kan ik via anderen aan klanten komen. Dat kan zeker een hele goede strategie zijn. Maar maakt je afhankelijk van anderen. De vraag is of je dat wil. Je zou het kunnen proberen. Ik ben heel erg fan van adverteren. Ja. En op het moment dat je daar een financiering voor zou vragen, ga je die funnel opzetten en ga je niet te veel geld per dag besteden aan die ads, maar test het met een klein bedrag. Kijk eens of het aanslaat en kijk eens of je daar klanten uit krijgt. En als dat werkt en je merkt, hey, dit is een continue lead machine aan het worden, dan kun je op gaan schalen. En dan hoef je nog niet meteen alles te investeren daarin.